Het is koud, het is het einde van het jaar. Bijna een jaar geleden dat ik de laatste video heb gemaakt met mijn eigen wagen. Heel veel vragen naar geweest van wanneer komt er weer een vlog met je eigen wagen, want dat is super leuk. Nou, gaan we vandaag doen. Jullie hadden bijna een voorproefje met die 141. Stond hij er wel even naast, hebben we er niet mee gevlogd. We gaan er lekker tegenaan vandaag, hij zit helemaal vol. Het is bijna kerst, dus ik heb nog een leuke verrassing om vandaag de dag door te komen. We gaan er een leuke dag van maken. Ik ga de bonnen klaarleggen, de wagen starten, alles ready maken. En dan gaan we de skit een mooi dagje van maken. We gaan naar de volgende, de Zandvoort. Mooi over de boulevard toeren. Skitterend mooi. Overduidelijk, we staan in Zandvoort, net over de boulevard gecrossed. De wagen staat achter jullie. Maar mijn cameraman heeft alleen maar fantastische ideeën. En ik ben zo gek om erin mee te gaan. Even de Henny Huizen Soundmix Show, daar komt ie. Nou, daar zijn we hoor, in de kerstsfeer. Ik heb mijn vriend de kerstman meegenomen, hij ziet het al niet meer zitten. Dus ik doe even zo. Oké, we zijn er klaar voor nu. We moeten lossen, één palletje, één tank op een bok. De lege bok staat al buiten. Dus nu even de zaken. We gaan de deuren opengooien, kleppen uitvouwen en dan gaan we beginnen. Super! We gaan even een visje eten. Ik weet alleen niet of ik het lus. Ja, lekker, dank u wel. Eet smakelijk. Ja, helemaal vers klaargemaakt. In Zandvoort hoort een harekje erbij, hè? Oh, nou ik ga het proberen. Gezondheid, geniet ervan. Eet ze. Dank u. Nou, dat is minder mooi. Ik kwam hier net aan, toen stonden er ook allemaal geparkeerde auto's. Heb ik mijn aanhangwagen even hier neergezet. Want als ik dat net had gehad, deze vakken, dan had ik hem wat meer op die vakken gezet. Had ik er ook langs gekund. Maar op het moment dat ik aankwam, stond die auto er niet. Het schijnt dus een vrouw te zijn, die heeft hem ook over die vlaggenmast heen gereden. Ook niet helemaal goed. Maar goed, waarschijnlijk is ze een rondje aan het lopen met de honden. Wij moeten daar even wachten, kan ook gebeuren. Ik kan er dus nu niet langs. Er staat ook nog een vuilniswagen achter mij te lossen. Anders had ik een rondje gereden, maar het hele industrie is ook in de verbouwing, wordt een nieuwe wegen neergelegd. Dus ik kan ook niet heel makkelijk achteruit hier naartoe. Dus ik denk dat het gewoon even wachten wordt. Totdat die auto weer weg is. Is ook niet anders, kan gebeuren. We zijn gelost in Zandvoort en de kerstman die krijgt even een lessie vrachtwagen rijden. Hij moet wel zijn handen erbij houden, anders gaat het niet goed. En hij zit gelijk first class, want mijn witte stuur zit er weer in. Maar eigenlijk is hij niet helemaal wit, want ik heb hem in de stijl van de vrachtwagen mee laten spuiten. En ik heb geprobeerd om de kleur van de deurpanelen samen met de gordijnen een beetje die kleurcombinatie bij elkaar om daarvan de kleur het stuur te maken. En dan heb ik de naaf mat gemaakt, mat zwart. Ik heb deze 6 jaar in mijn R500 gehad. Toen heeft hij 4 jaar bij mij aan de wand gehangen en nu heb ik hem weer in het nieuwe model. Dat past allemaal 1 op 1 op elkaar. Dus de kerstman, jongen, die heeft nog een mazzel dat hij met die dikke driespaak meteen mag toeren.
Aangekomen in Lissebroek. Ik heb hem even als combi ervoor gezet. Het staat allemaal in de motorwagen. Maar wat handig is van combi, dat je je aanhangwagen een soort van opslag kan gebruiken voor al je retouren. Uit de kunst. 5 gelost, 7 euro's totaal, want deze staat dubbel, tweede bovenop. Neem ik er weer 7 mee retour, zet ik allemaal in de aanhangwagen. Dan ga ik hem even opruimen in de aanhangwagen, dat het knap staat. Pompwagen weer in de motorwagen, want die heb ik zo meteen nodig bij de filiaal van Plus. Ik pak even de stapel af, want op dezelfde tillen is iets te hoog. Dus ik pak er even 7 vanaf. 2, 4, 6, 7, deze. Hoppa. Zak, 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 zak. Zak maar lekker door. Hartstikke mooi. Ik ga hem hier afsluiten. De klep eruit. Dan gaan we naar voorhout. Joejoe. Aangekomen bij de Plus in voorhout. Ik heb even op Google Maps gekeken of ik mijn wagen kwijt kon. Ik dacht, dat lukt wel. Ik kan hier mooi mijn aanhangwagen neerzetten. Maar er stond in een auto hier op dat vak, op het middelste vak. Ik dacht, daar kom ik net niet lekker uit met mijn aanhangwagen. Die moet eigenlijk even aan de kant. Maar die cameraman is gek hoor. Kijk, hij trekt gewoon die auto om. Kijk hoe gaat. Jongens, hij is niet goed, hè? Hij voelde gewoon aan die deur of die los is. En ja hoor, handrem eraf, in zijn vrij, duwt hem zo naar voren. Die man die komt trouwens terug, die heeft helemaal niks in de gaten en die gaat gewoon weer zitten. Hij stond nu op een invalide parkeerplaats. Kitrot. Nou, even to the point. We gaan nu lossen. 1 pallet. Gaan er even tussendoor rijden. Dan bij die overhead deur naar binnen. Bonnetjes aftekenen, aanhangwagen weer aankoppelen. Dan gaan we naar de volgende. Want die is voor 2 uur. Dus daar moeten we even op tijd zijn. Hallo? De verbinding is niet heel goed, maar er komt 1 pallet lossen voor Bier & Co. Dat is het enige wat ik gehoord heb. Maar goed, ik heb me gemeld. Hij zal er misschien wel aankomen. Het hoort er nou bij een kerstvideo. Een lekker oliebolletje. Dus we staan hier bij de beste kraan van voorhout. En ze liggen al klaar voor ons. Ja. Nou. Serieus, een lekker balletje. Olieballetje. Katwijk aan Zee, ik heb mijn aanhangwagen even aan de overkant neergezet. Ik moet 3 tanken lossen. Ze hebben ook 3 lege tanken weer voor me terug. Even de nummertjes opschrijven. Gauw laden, lossen. En als we dat gedaan hebben, pakken we de aanhangwagen weer op. En dan gaan we naar Leiderdorp, mijn geboorteplaats. We gaan. We staan in Leiderdorp. Ik geef deze chef even de papieren zo. Hoppa, kan hij ze even vasthouden. Kan ik mijn achterdeur even open doen? Ik heb hem geschaard staan, dus mijn aanhangwagen zo. Omdat ze in de voorwagen staan, hebben jullie gezien bij de vorige klant. Die heb ik aan de rechterkant neergezet. Gooi ik mijn deur even open. Ik heb hem al gemeld. Dus hij komt er zo aan, dan pakt hij ze er even vanaf. Ik heb ook weer sneller weg, hoef je niet af te koppelen, want hier is het ook niet zo groot. Dus als ik daar mijn aanhangwagen neerzet, dan kan er ook bijna niemand langs. Dus even gauw die 2 pallets eruit. Nou, hij doet niet heel erg zijn best. Kijk, dit is beter. Dat pak, dat geeft niet mee, hè? Ik ben weer binnen. Nou, mensen, zitten het jaar er bijna weer op. Kerstvlog gemaakt, laatste van het jaar. Helemaal skitterend mooi. Nou, we hebben wel een leuk ritje gehad. Weet je, Noord-Holland, Zuid-Holland, mooi weer, slecht weer. Alle soorten weer. Ik zal hem even stilzetten hier, want het is niet heel breed. En ik weet niet wat die trekker gaat doen. Of hij me ziet, of dat ik er nu even voorbij mag.
Hij is niet aan het maaien, dus ik kom op die kant op. Top. Kan ik er even mee slingeren zo? Hoppa! Prachtig. We hebben weer even gebruik gemaakt van de bewolking, van de prut, van de stand van de wagen om een dikke foto te schieten. Ik ben er weer erg blij mee, ondanks dat ik er als een clown uitzie. Voor de kerst, laat je en doe je alles. Wat het plan is, ik heb het al een beetje verteld. Ik ga hem nu eerst doorladen, die twee tanken van achteren naar voren halen. Dan ga ik hem neerzetten. Hier kan ik met de laadklep losse laden. En dan moeten die 11 tanken mee terug retour. Die staan daar achter mij. Zet ik mijn aardingwagen hier even over het was neer. Ik geloof, oh, hij kan er nu uit. Want er stond nog een collega achter mij, die wilde eruit. En die kan nu perfect zijn draai ook nog even goed maken nu ik zo sta. Dus ik ga mijn auto recht zetten, doorladen en afkoppelen en dan kunnen we losse laden. Ja, dit is de laatste voor hier en dan gaan we er een heleboel laden, 11. Hij gaat ook altijd gruwelijk in de weg staan, hé. Helemaal klaar, hè? Ja, gas erop. Ja, heb het zwaar, hoor, hier. Moet je kijken, laat zijn kopje al pittig hangen, eind van de dag. Maar als er eentje het zwaar hebt, dan is die kerstman wel. Die is de hele dag al in de weer. Ik trouwens, even wat anders, ik ging net zitten, even met afkoppelen. Komt toch mijn poot tussen de deur, pijn in mijn poot. Zo tussen de deurvak in die stoel. Nou, daar hebben we het later wel over. Even kijken, 36, 31. 41, 53. Als we bingo hebben, moet je roepen, hè? 04. Even het water eraf. Hou ik die bovensteek al vast, hou ik hem tegen mijn voet. Maar dat vindt de kerstman minder leuk, hoor, voel ik al. Er komt een dikke bak sneeuw aan, dat lusten er honden geen brood van. Ik ga straks mijn paddels of mijn paddle rackets onder mijn voeten binden om door die sneeuw heen te gaan. Dus met een bloedgang die ademwagen eraan. Ja, en voor die bui weg, want dat is niet te doen, hoor. Dat is hoog, meters hoog sneeuw. Dus kom op. Ja, die kerstman kan er prima aan lopen. Die staat al halve meter hoog. Oh ja, wacht even. Ik heb nog één ding. Jullie kijken er de hele dag al tegenaan met de shots van achter. Maar ik heb eindelijk mijn spatlap erop. Niet met we gaan nog even een keer, maar skitterend. Skitterend mooi. Ik ben er super blij mee. En ik heb hem zelf even mogen monteren met die jongens uit de wasstraat, uit de garage uiteraard. Heb ik hem samen even gemonteerd. Super strak ronde met een hoeklijntje. Ik ben er erg blij mee, want dat maakt hem wel af. En als je nu achter me rijdt, kan je mij herkennen. Want ik ben als enige met een schitterend padlap. Happy Christmas!
We zijn weer terug op de zaak. Lekkere party ervan gemaakt. Het is tenslotte kerst. We moeten er toch wat moois van maken. We gaan het nog veel mooier maken. Ik zet even knippen, knippen. Ja, moet je hem zien zitten, die kerstman. Hé, hey, is dit kerst of niet? Hey. Hij heeft het naar zijn zin gehad, jongen. Hij had wel wat moeten tillen de hele dag, 95 kilo. Maar hij heeft het naar zijn zin gehad, hoor. Hij liet op een gegeven moment wel een beetje zijn kopje hangen. Maar ik vroeg het op de terugweg. Uit de kunst. Ja, ja, mensen. Dit was hem dan. De laatste vlog van dit jaar. En tevens het einde van het jaar. Ik heb superleuke dingen gedaan. Ik ben met allemaal verschillende merken mee geweest. Stront gereden, vuilniswagen, autotransport, uien, sigorij. Noem het allemaal maar op. Ik heb het allemaal gedaan dit jaar. Volgend jaar gaan we nog veel meer leuke dingen maken. Ook van dit soort dingen. Vonden jullie het nou net zo leuk als dat ik het vond? Doe even een blauw duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Of je meer van dit wil zien, zou ik super tof vinden. Like hem. Abonneer als je nog meer wil zien. En dan ga ik nu zelf ook wat aansteken. Oh, mijn aansteker heb ik in mijn zak. Iedereen fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. En ik zie jullie allemaal het nieuwe jaar. Woehoe. Lekker!